naam is Albert Kroon. Ik ben van KMG, wel bekend. Kermismachinebouw Gazendam. Wij bouwen kermisattracties. En in de zin van het spectaculaire, dus wat de jeugd leuk vindt, snel, over de kop, hoog. Wij bouwen ongeveer 12 tot 15 machines, noemen wij het, per jaar. Die worden wereldwijd verkocht en dan moet je denken aan Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, Zuid-Amerika, heel Europa. Dus ik denk dat je daarmee wel kan zeggen dat dat wereldwijd is. We krijgen bezoek van minister Kamp van Economische Zaken. Wij gaan daar een presentatie over geven over hoe ons bedrijf staat binnen Europa en wat de voors en tegens zijn om het zaken doen binnen Europa, maar ook buiten Europa, eventueel gemakkelijker te maken en tegen zaken waar wij tegen aanlopen om dat dus te gaan bespreken met hem. Onze filosofie is een kermisattractie te bouwen. Of een machine te bouwen die weliswaar zo compact mogelijk is, zodat die met zo weinig mogelijk mankracht op te bouwen is en ook op zo weinig mogelijk transporten vervoerd kan worden, om de kosten voor de gebruiker, de exploitant in dit geval, zo laag mogelijk te houden. Wij voldoen eigenlijk aan alle regelgevingen die er zijn, zowel in Amerika als binnen Europa als in andere landen. En we proberen altijd ook de nieuwste type machines uit te brengen met de nieuwste technieken die er zijn in om attracties te bouwen. We hebben een werkplaats waar wij de attracties samenstellen. Deze werkplaats, ook wel genoemd de Needse Arena, kunnen wij dus het dak, zoals ook bij de Arena in Amsterdam, geheel openzetten. Zodat wij de attracties geheel kunnen opbouwen en kunnen testen, met proefdraaien. Zodat de klant een 100% machine mee komt nemen op het moment dat hij hem op komt halen. 10 ton. Ja. Je kunt beide kanten helemaal opschuiven? Ja, ik kan beide kanten helemaal opschuiven. En de kleppen die we erin hebben, hebben we dus ook destijds aan gedacht. Zodat we dus ook, we hebben de constructie hier buiten ook voor het dak waar hij op kan rijden. Ja. Maar ook de kraan kan ik dus van voor naar achter helemaal gebruiken. Tjoh, jongen. Ja. Nou, we hebben het dan nou gezien hoe het gaat hoor. Geweldig, dus je kunt hem helemaal opmaken. Ja, ik kan hem eigenlijk. Nou, Neede is natuurlijk een prachtig mooi dorp vlak bij Borculo, waar ik 27 jaar heb gewoond. Bovendien, mijn dochter is getrouwd met iemand uit Neede. Heuvels, de fysiotherapeut hier in Neede. En de zoon daarvan, daar is mijn dochter mee getrouwd. Dus ik heb heel veel met Neede. Ik vind het een fijn dorp. En ik ben hier graag en ik heb veel bewondering voor de, bijvoorbeeld de Needse ondernemers. We zijn ook al in het buitenland geweest, bij andere decorateurs. En decorateurs, ja, zijn artiesten en ja, die hebben gewoon een bepaalde werkwijze waar wij als productie gewoon niet altijd mee in zijn. Ja, deze jongen kwam erbij en gezegd, nou, dit is de schoon hier. Meestal ook een onderdeel, als er attractie klaar is, dat is meestal ook het laatste onderdeel waar je nog mee aan het werk bent. Die is eigenlijk mechanisch, die schuift open. Er zou één cilinder niet meer functioneren. Zit er nog een uit. Ja. Wat zeggen tegen de mensen in Berkeland. Ik heb 27 jaar in Borculo gewoond met ontzettend veel plezier. Borculo is nu met andere gemeenten, andere voormalige gemeenten, de huidige gemeente Berkeland. Ik vind het een prachtige gemeente. Ik kom er vlak naast te wonen in Diepenheim. Sterker nog, ik woon er al. En ik zal heel veel weer in Berkeland zijn en in Borculo met heel erg veel plezier.
Volgende week zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. En ik raad de mensen in Borculo aan en in Berkeland aan om mee te doen aan die verkiezingen, om hun stem uit te brengen. Positieve krachten in Europa, ter wille van de banen in Nederland, die kunnen we heel goed gebruiken. En ik heb er nog een kandidaat die ik hen aanbeveel, Maarten Smit. Hij staat nummer 3 op de lijst van de VVD. Hele goede kandidaat, dus stem op hem. Dank u wel.